2/3 van de jonge vrouwen heeft vorig jaar te maken gehad met intimidatie op straat. Volgens jeugdwerkadviseur Corine Rietberg is het belangrijk dat ouders investeren in de weerbaarheid van hun kind. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Nafluiten, sissen en achterna lopen, het overkomt 2/3 van de jonge vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS over straatintimidatie onder vrouwen en mannen tussen de 12 en 25 jaar. In de studio jeugdwerkadviseur Corine Rietberg samen met haar dochter Joyce, die zelf ook ervaring heeft met straatintimidatie. Beide van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Om met u te beginnen, Corine, wat viel u op aan dit onderzoek van het CBS? Ja, ik heb het onderzoek natuurlijk gelezen en wat mij opviel is dat dit voor het eerst is dat er zo'n onderzoek is. Voor het eerst? Voor het eerst stond in het onderzoek. Dat is opmerkelijk. Ja. Want volgens mij is straatintimidatie van alle tijden. Mm-hmm. Ik heb het ook meegemaakt. Sterker nog, ik maak het nog steeds mee. Mm-hmm. Dus waarom nu pas een onderzoek? Waarom nu pas dat onderzoek? Ja, geen idee. Nee. Het verbaasde mij heel erg, want je kan het dus ook niet vergelijken. Je kan niet vergelijken van, is het nu meer dan vroeger? Mm-hmm. Is het intenser geworden? Was u verbaasd over de cijfers? 2/3 van de meisjes voelt zich wel eens geïntimideerd op straat. In ieder geval in het afgelopen jaar. En van de mannen, de jongens, tussen 12 en 25, 1/3. Was u verbaasd over die cijfers? Nee, ik ben er eigenlijk helemaal niet verbaasd over. Ik werk ook met jongeren en ik hoor heel vaak verhalen van jongeren dat ze geïntimideerd worden. En daar zitten natuurlijk gradaties in, hè, van een beetje balorig nafluiten, roepen van dat je er lekker uitziet, tot inderdaad iemand achtervolgen. Of erger nog, ja. Want wat wordt volgens het CBS dan beschouwd als intimidatie vanaf nafluiten inderdaad? Ja, vanaf nafluiting tot inderdaad achtervolgen. Daar hebben ze het onderzoek op gedaan. Ja, ik ga even naar Joyce toe. Ben jij verbaasd over de resultaten van dit onderzoek? 2/3 van de meiden? Nee. Ik herken het ook in mijn omgeving heel erg. Dus ja, het was wel herkenbaar. Ja. Want om nog even terug te komen bij u, Corine. Binnen welke maatschappelijke trend of ontwikkeling kunnen we eigenlijk dit onderzoek plaatsen? We hebben natuurlijk 2 weken geleden hadden we de Voice of Holland en het hele schandaal, zeg maar, rondom de seksuele intimidatie daar. Sluit dit onderzoek erbij aan, volgens u? Ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso dat sinds Me Too, zeg maar, er veel meer gekeken wordt naar wat acceptabel gedrag is. Ja. En dat er ook veel meer openheid over is gekomen. Mm-hmm. Dus daar sluit het wel bij aan. En ik denk dat het goed is dat we nu, zeg maar, alles boven tafel krijgen. Ja. Van hoe gaan we om met elkaar? Ja. Ik ga naar Joyce toe. Want Joyce, jij bent de dochter van Corine. Klopt. Jij hebt zelf ook te maken gehad met intimidatie op straat. Ja. Is dat vaker gebeurd of is dat een eenmalig iets geweest? Gebeurt vaker, ja. Mm. En wat moet je daarbij voorstellen vaker? Tot naroepen, achtervolgd worden. Mm-hmm. Ja, eigenlijk alles wat in dat onderzoek voorbij kwam, heb ik wel meegemaakt. Ja, hoe vaak is dat dan gebeurd in de afgelopen jaren? Dat zou ik eigenlijk niet weten hoeveel. Het wordt bijna standaard. Zo. Ja. Ja, want kun je een van die ervaringen die je hebt gehad met ons delen? Zeker. Mm-hmm. Ik werk in de thuiszorg. En onderweg naar een cliënt kwam ik een man tegen. Ja. Ongeveer 500 meter voor het huis van die man. Van mijn cliënt. Ja. En in één keer ging hij achter me aanlopen. Steeds dichterbij. En ik zette op een gegeven moment mijn fiets neer, want ik was bij mijn cliënt. En toen ik mijn fiets neerzette, begon hij te rennen. Mm-hmm. Hij rende naar me toe. Mm-hmm. Ik ben snel naar binnen gegaan en ik bevroor. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Mm-hmm. Ik zat echt een beetje te kijken, wat gebeurt hier? Ja, want wat gebeurde er? Hij rende echt op me af? Hij rende op me af, mm-hmm. Ja. Ik weet niet wat zijn intenties hiermee waren, maar het was voor mij heel beangstigend. Heel intimiderend? Ja, heel intimiderend, ja. Was dit overdag of was dit 's avonds of 's nachts? Het was 's ochtends. 's Ochtends? Ja, 's ochtends vroeg. Ja, en wat deed dat met jou op dat moment? Je zei ik bevroor, maar had je zelf dan anders willen reageren? Ja, vooraf had ik echt heel graag gewild dat ik zei van hey, hou op. Of dat ik iets tegenin zou doen, want ik ben best wel... Ja, ik zou het normaal gesproken wel doen, maar in dit geval, ik durfde helemaal niks. Nee. Toen was je binnen bij die cliënt en toen? Ja, toen brak ik wel een beetje, ja. Mm-hmm. Dat is wel, ik probeer professioneel te blijven, want het is mijn werk. Maar ik heb het toen wel besproken met mijn cliënt, van hey, dit is gebeurd, ik heb even tijd nodig. Ja. En ik heb mijn ouders gebeld van hey, dit is er gebeurd. Mm-hmm. Dus ja.
Ja, in welke plaats was dat? Was het in een grote stad? Of het was gewoon bij mij in het dorp. Ja. Ja, in het centrum. Ja. Ja. En toen belde je je ouders. Wat zei je toen? Nou ja, ik heb mijn ouders verteld dat ik achterna was gezeten. En mijn vader is gelijk de auto gesprongen om me te komen halen. Ja. Van, die was echt heel... Ook geschrokken? Heel erg geschrokken, ja. Ja, want inderdaad. Corine, hoe was dat dan? U kreeg dat telefoontje en toen? Ja, dat was hartstikke heftig. Mm-hmm. Want ja, het is goed gegaan, maar voor hetzelfde geld was het niet goed gegaan. Ja. En wij hebben Joyce eigenlijk altijd heel erg beschermd in de zin, hè, als je s'avonds ergens naartoe gaat, we komen je halen, we komen je brengen, je gaat niet alleen over straat. En dit was overdag en dan blijkt het ook niet veilig te zijn. Nee. Dus dat heeft wel behoorlijk impact gehad op ons gezin ook. Ja, ja. In welk opzicht op het gezin dan? Nou ja, ook wel dat je moet leren om je kind los te laten. Ja. Als ouders zijnde. Je kan ze niet overal voor blijven beschermen. Nee, want hoe oud was jij toen dit gebeurde? Ik denk 19 jaar. 19 jaar, ja. Dus het loslaten inderdaad, dat is dan in ieder geval aan de orde. Ja, ze studeert. Dus je moet haar loslaten en je wil ze toch eigenlijk het liefste voor alles beschermen. Mm. Dus wat we wel gedaan hebben, is met haar gaan zitten van, nou, wat gebeurde er nou? Hoe reageerde je? Hoe zou je in de toekomst willen reageren? En wat heb jij dan nodig om een volgende keer anders te reageren? Mm-hmm. En van, hoe zou je het nou anders kunnen doen een volgende keer? Waardoor je toch meer grip krijgt op die angst. Op de situatie, en op de situatie. Heb jij daar voor je gevoel nu meer tools voor? Dat je denkt van, stel, dat hoopt natuurlijk niemand, maar stel het gebeurt weer, ik ga anders reageren? Ja, ik heb er wel de tools voor. Mm-hmm. Het is alleen de vraag of het echt op het moment lukt. Want het is niet iets wat je elke dag meemaakt. Nee. Of waar je mee kan oefenen of zo. Nee. Dus dat is wel de vraag. Tot hoever durf je het toe te passen? Ja. Ja. Ja, want die tools die je hebt gekregen van je ouders, kun je daar iets over vertellen? Wat voor handigheidjes of dingen heb je geleerd? Ja, het zijn best wel veel. Het is... Natuurlijk proberen altijd goed na te denken over wat je doet. Daarbij heb ik van mijn moeder altijd geleerd, als je in een stresssituatie terechtkomt, kom je in je reptiele brein terecht. En je moet jezelf eigenlijk een soort van terugroepen. In de reptiele brein, van wegwezen hier. Ja, gewoon wegwezen. Je kan niet meer nadenken over wat je doet. En dan eigenlijk moet je jezelf een beetje terugroepen om weer even te kijken van, hé, wat is er aan de hand? Hoe kan ik nu het beste reageren? Ja. Want anders dan ga je bevriezen of vluchten. Beetje, ja. Of, ja. Ja, heeft... Deze gebeurtenis, hè, heeft die ook impact gehad op hoe jij je gedraagt bijvoorbeeld buiten? Ben je bijvoorbeeld wat meer over de schouders heen gaan kijken en zo? Ja, ik ben meer erop gaan letten inderdaad. Mm-hmm. Als ik in het centrum moet werken, ga ik niet meer op de fiets. Doe ik alleen nog maar met de auto. Dat soort dingen. Als ik me bijvoorbeeld niet veilig voel, dan ga ik nep bellen. Mm-hmm. Dus dan doe ik mijn telefoon in mijn oren, doe ik alsof ik met iemand aan het bellen ben. Ja, terwijl je niet belt eigenlijk. Nee. Maar... Dat is best een impact die dat heeft, want het beïnvloedt op die manier toch wel je leven. Dat je niet meer eigenlijk durft met de auto te gaan. Ja. Is dat heftig voor je? Ja, het doet me wel pijn dat je als meisje, of misschien als jongen, ik weet het alleen uit mijn perspectief, niet normaal over straat durft te gaan. Nee. Wat eigenlijk wel zou moeten in een vrij land. Ja, en Corine, wat doet dat met jou als moeder? Ja, ik vind dat heftig. Mm-hmm. Ja, we proberen er natuurlijk altijd te beschermen. Maar ja, dat kan niet altijd. Nee. Dus wat we kunnen is haar dus weerbaar maken. Mm-hmm. Wat dat ook maar mag zijn. Ja. We hebben ook een zoon. Mm-hmm. En daar praten we natuurlijk ook met hem over. Van ja, hoe ga je om met elkaar? Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat we moeten denken van, oh, die slachtoffers. Maar we moeten ook kijken naar... niet dat mijn zoon zulke dingen doet, maar je praat daarover met elkaar van... In alle openheid. In alle openheid, ja. 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 Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien een beetje schaamte bij komt kijken. Van waarom gebeurt dat mij eigenlijk, dat ik word nagefloten of nageroepen? Wat hebben ze tegen me? Vind je dat wel eens lastig om bijvoorbeeld met familie of met vrienden of zo daarover te praten? Ik ben van mezelf best wel een heel open persoon, dus ik ben er niet heel moeilijk in. Maar daarbij heb ik altijd bij mijn ouders de ruimte gevoeld om erover te praten. Ja. En dat is eigenlijk met alles. Ik heb altijd de ruimte gevoeld om mijn onzekerheden te delen. Ja, ja. Ja. Corine, is dat normaal?
in de zin van de openheid van Joyce naar jullie als ouders toe? In jouw werk bedoel ik, hè? Je bent jeugdwerkadviseur. Merk je dat jongeren daar makkelijk over praten? Of is het soms een beetje een taboe of wat schaamte? Nou, je merkt wel dat meisjes er over het algemeen wat makkelijker over praten dan jongens. Oké. En dat kwam ook uit het onderzoek naar voren, dat jongens er veel minder makkelijk over praten. En ik denk dat ook dat wat te maken heeft met de schaamte. Hè? Ja. Als jongen wil je natuurlijk stoer zijn. En het is natuurlijk niet stoer als je op de vlucht bent voor een groep die jou achterna zit. Ja. En je merkt dat jongens het lastig vinden om daarover te praten. Ja. Hoe belangrijk is die openheid dan om er gewoon vrijheid over te kunnen praten? Van, joh, dit is mij gebeurd en toen reageerde ik zo, maar ik had liever zo gereageerd. Ja, als je erover praat, dan kunnen mensen je verder helpen. Ja. En dan kun je ook gecoacht worden van, nou ja, wat kun je dan doen om een volgende keer anders te reageren? Ja, en doe je daar in jouw werk als jeugdwerkadviseur ook met dit onderwerp, straatintimidatie of überhaupt intimidatie, heeft dat ook een plek in het werk wat jij doet? Het heeft een plek in het werk wat ik doe in de zin van dat ik een opvoedcursus ontwikkeld heb, waarin ik ouders leer om hun kinderen weerbaar te maken. Ja. En ook ouders leer om met kinderen moeilijke gesprekken aan te gaan. Ja. Kunt u eens zo'n tip geven? Hoe kunnen we onze kinderen weerbaarder maken? Want dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar ja, hoe pak je dat aan? Ja, nou, het belangrijkste is dat je investeert in het zelf van je kind, dus het zelfvertrouwen. En dat doe je ook door complimenten te geven, te zeggen wat een kind goed doet. Te zeggen bijvoorbeeld ook dat je kind mooi is. Mm-hmm. Het is met name voor meisjes heel belangrijk dat vaders zeggen dat een dochter mooi is. Waarom is dat specifiek belangrijk om intimidatie tegen te gaan? Of weerbaar te worden daartegen? Nou ja, als je weet dat je mooi bent, heb je dus meer zelfvertrouwen. Mm-hmm. En durf je dus ook er tegenop te staan. Tegen gas te geven. Ja. En een cursus Krav Maga of zo, adviseert u dat ook wel eens? Nee, die adviseer ik niet. Ja. Maar investeer in het zelfvertrouwen van je kind en ook in de zelfsturing van dit wil ik, dit kan ik. Mm-hmm. Zodat je kind echt veel zelfvertrouwen heeft en daardoor dus ook durf op te staan tegen dingen. En dus misschien ook kan denken als je nagefloten wordt van, ja, maar ik ben ook mooi. Ja. Ja. Ja, want er zijn natuurlijk verschillende soorten van intimidatie en nafluiten. Sommige dames die vinden dat juist wel heel leuk. Daar is het helemaal niet intimiderend voor. Dus waar zit die grens eigenlijk tussen leuk, de bouwvakker, bij wijze van spreken, die fluit me na, of ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk? Nee, het ligt aan de persoon zelf. De een vindt nafluiten, dat zag je ook in het onderzoek, vervelend of irritant. Ja. En de ander denkt, nou ja, leuk. Mm-hmm. Daar zit veel verschil. Ik denk dat de grens zit bij of iemand zich nog veilig voelt. Ja. Ja, als jij nageroepen wordt met seksuele dingen bijvoorbeeld, dan voel je je niet meer veilig. Nee, dan gaat het de grens over. En dat is natuurlijk ook, ja, grensoverschrijdend gedrag zit ook al daar. Ja. En we hebben het natuurlijk nu over het weerbaar maken van jonge meiden. Maar er zit ook een andere kant aan. En dat is Zeker. Die kant van de mensen die intimideren. Wat kunnen ouders daarin betekenen? Enerzijds dus hun meiden weerbaar maken. Anderzijds hun jongens opvoeden. Ja. Ja, we moeten gewoon zeggen, dit kan niet. Kappen. Ja. Het is klaar. Is dat voldoende? Nou ja, ik denk dat je, ze zeggen was na je 30ste kun je niet meer opgevoed worden. Dus, maar ik denk dat we als we beginnen bij onze jonge jongens te leren dat je met respect met elkaar omgaat. Ja. En dat moet echt gewoon een belangrijk item zijn in de opvoeding. Ja, ik ga nog even naar Joyce toe kort. Want we hebben het over weerbaar maken. We hebben het over de jongens die intimideren en hoe zorg je dat dat minder wordt. Heb jij daar ook ideeën over? Je bent een jongere, het gaat over jou. Ja, ik denk dat het ook wel iets is wat bijvoorbeeld besproken moet worden met jongeren. Mm-hmm. Respect hebben voor de vrouw of ook überhaupt respect voor elkaar. Ja, zowel thuis als in de klas of in de kerk eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. Corine en Joyce Rietberg, allebei bedankt voor jullie komst naar de studio en ook bedankt voor het delen van jouw verhaal. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen.